Als je goed voor je personeel zorgt, heb je geen last van personeelstekorten. Dat en meer in deze Zeeuwse zaken over flexibiliteit en veerkracht met Peter Traas van Traas Ongediertebestrijding. Aan de ene kant zijn ze er om ongedierte te bestrijden, maar aan de andere kant zijn ze er ook juist voor alle kleine beestjes. Het is traas ongediertebestrijding, maar ook traas nature care. Peter Traas, welkom. Dank je uh, Straks alles over jullie bedrijf. Maar eerst even: uh, je hebt een voorwerp uit mogen kiezen uit die hele berg die daar ligt. Ja. Um, een vergrootglas heb je genomen. Waarom? Ja, ik was aan het zoeken en ik denk van nou, een vergrootglas, uh, dat klopt het meest bij ons. Want uh, wij zoeken natuurlijk uh, naar uh, dieren, wij zoeken mm. naar problemen soms. We zoeken naar oplossingen. Dus ik vind uh, een vergrootglas vind ik, uh, ja, vind ik eigenlijk ook wel heel heel goed gekozen. En uh, ja, dingen onder een vergrootglas leggen, uh, ja, dat is. Uh, Dingen beoordelen. Ja, ja, dus eigenlijk heeft het ook weer twee betekenissen. Ja, klopt. Want dat is wel gek, hè? dat jullie zijn een bedrijf zijn met, met eigenlijk twee hele verschillende kanten als je naar insecten en ongedierte kijkt. Ja, ja alleen um, heeft het veel meer band met elkaar dan dat je zou denken. Hey, bijvoorbeeld, uh, ik zal een voorbeeld geven. Als je veel last hebt van muggen, dan heeft dat vaak een oorzaak. Mm. Uh, oorzaak is stilstand water. Stilstand water heeft geen natuurlijke vijanden, bijvoorbeeld vissen. Um, dus wat kun je dan doen, zoals hier in deze omgeving waar we nu zitten? Nou, dan kun je vissen uitzetten en die vissen die eten vanaf onder, eten die die op. En als je dan zorgt dat er ook nog vleermuisvoorzieningen zijn en ja, dan heb je eigenlijk uh, de, 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 de zeemacht vanaf onder, mm -hmm. dan heb je de luchtmacht erboven en dan heb je de vleermuizen voor s'nachts. Dus dan kun je je problemen heel erg oplossen met natuurlijke vijanden. Ja, maar tegelijkertijd, ja, dan hoeven jullie ook niet meer te komen om de boel te bestrijden. Uh, snij jezelf in de vingers? Nou ja, dat, dat, eigenlijk zou je dat denken, maar uh, heel veel van die dingen hebben natuurlijk ook onderhoud nodig en hm. um, ja, het geeft ook heel veel voldoening om, om juist hiermee bezig te zijn. Wa waarom? Um, nou ja, kijk, vroeger dan spook je makkelijk met gif en uh, ja, dan was je klaar en dan zag je heel veel dode dieren liggen. Nou ja, dat geeft niet echt heel veel voldoening, als ik eerlijk ben. En uh, ja, als je een probleem af ziet zwakken doordat je andere soorten helpt, ja, dan geeft dat veel meer voldoening. Ja. Um, een probleem 100% oplossen lukt toch niet. He, dat, eigenlijk lukt dat niet met gif, maar dat lukt ook niet met, uh, met biologische maatregelen. Um, maar uh, ja, je kan wel, wel bijna hetzelfde bereiken. Ja, maar het lijkt me toch een spannende ommezwaai die je dan ja. als bedrijf uh, gemaakt moet hebben. Ja, klopt. En het, uh, het gaat wel redelijk snel, moet ik zeggen. En dat uh, heeft ook te maken met wet- en regelgeving. Dus daardoor worden we ook gedwongen om steeds meer uh, die, die, die kant op te gaan. Omdat je niet meer met gif zomaar alles mag bespuiten. Klopt, klopt. je moet uh, best wel hele rapporten schrijven voordat je gif mag gebruiken. Um, geldt ook trouwens voor ratten en muizen. Je mag niet zomaar meer uh, rattengif of muizengif uh, gebruiken. Hmm. Gelukkig maar, want anders dan gaan alle roofvogels dood. Dus uh, het mag wel, maar in uiterste noodzaak mag het. Mits je goede onderbouwingen hebt en goede rapporten hebt. Ja, duidelijk. Nou, laten we even naar uh, de stelling gaan. En die stelling die gaat over personeel. Uh, als je goed voor je personeel zorgt, heb je geen last van personeelstekorten. Is ja. dat zo? Ja, ik. Uh, ik dat, dat denk ik wel, want um, als je personeel steeds wegloopt, ja, dan moet je ook bij jezelf gaan denken van hoe komt dat. Mm -hmm. um, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben best tevreden hoe het bij ons bedrijf gaat. Hè. We, hebben, we hebben weinig verloop. Er we zijn heel veel mensen die werken er al uh, tien jaar of, uh, of langer. Um, ik denk goed zijn voor je personeel, dat ligt niet alleen in, uh, in uh, betalen, maar dat ligt ook in uh, bezig zijn met je personeel. Um, bijvoorbeeld we, als we een nieuwe klant krijgen en uh, wat past bijvoorbeeld een uh, bierbrouwerij als uh, klant, een nieuwe klant. Nou had ik, uh, had ik nog even uh, vijfde bierpakketjes geregeld. Dus iedereen uh, die bij ons werkt, die krijgt dan een bierpakketje mee naar huis. En het zijn ook heel veel kleine dingetjes waarmee je wat kan doen. Um, zo hebben we bijvoorbeeld ook een budgetcoach. Uh, dus iedereen die bij ons werkt, die mag zijn belastingaangifte uh, uh, bij ons doen. Uh, de, uh, bij, bij de budgetcoach. Mm -hmm. Word allemaal kosteloos geregeld. En um, ja die kan ook helpen met adviezen. Dus met, met hypotheekadvies, met andere dingen. Allemaal kosteloos. Maar als mensen financieel gezien lekker in de vel zitten, ja, dan, dan nemen ze dat ook mee naar huis natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is wel interessant dat je als bedrijf zegt: we gaan een beetje ontzorgen voor ons personeel. Terwijl dat er ja. eigenlijk natuurlijk niet helemaal bij hoort. Nee, dat klopt. Maar aan de andere kant, uh, de meeste bedrijven die. Uh, die hebben ook gewoon te maken met een loonbeslag van, uh, van personeel. Dat geeft heel veel ellende en zorgen. Het geeft ook een, een akelig gevoel als werkgever. Hè. Dat je denkt van ja, waarom uh, ja, zit iemand in de problemen? Wat kunnen we daaraan doen? Nou ja, wij kunnen daar niks aan doen. Maar wij kunnen wel proberen met een tussenpersoon, met een budgetcoach... om te helpen om dat in een betere structuur te krijgen. En het is vaak uh, gewoontes of het is vaak, uh, heeft het te maken met uh, ja, problemen... die, die uit onverwachte hoek komen. Maar als je ze vervolgens helpt met, met hun financiële uh, zaken, ja, dan zitten ze lekker erin, de vuil op de werk, maar ook thuis. Ja, er zullen ook sectoren zijn waarin mensen nu kijken en denken: ja, ja dat is makkelijk praten. Uh, uh, om te zeggen: je hebt geen personeelstekort als dus je goed voor je personeel zorgt. Of, of geldt het overal? Nou, ik denk dat dat uh, voor een groot deel overal wel, uh, wel, wel zo is. Behalve als je natuurlijk hard groeit of, of als je te maken hebt met personeel wat weggehaald om, om andere redenen, door vergrijzing bijvoorbeeld. Hè. Want uh, ik ben het er wel zeker mee eens dat het personeel niet zomaar voor het oprapen ligt. Dus uh, je moet wel uh, blijven zoeken, dat doen wij ook. Um, alleen het, het behouden van je personeel is natuurlijk echt gigantisch belangrijk. Ja, Anders moet je elke keer weer op zoek naar nieuwe mensen. Ja. Dat ook. Eh, laten we afrondend nog even naar de toekomst van jullie bedrijf kijken. Met ja. al die verschillende takken. Ho hoe zie je dat voor je? Ja, eigenlijk heel gunstig. Uh, wij doen natuurlijk ongediertebestrijding. Natuurlijk... Dus, daar zijn we het meest bekend om. Maar wij doen building care. Doen we eigenlijk zorgen dat uh, ongedierte niet in de gebouwen kan komen. Uh, ja, we zorgen dat. Uh, 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 vervolgens gaan we op een natuurlijke manier gaan we dat oplossen. Um, er komt een hele certificering uh, boost aan binnen onze branche. Dus uh, je mag niet meer werken met gif tenzij. Um, nou, daar zijn we volop mee bezig. Dus ik denk uh, voor ons uh, is dat best wel gunstig, omdat wij eigenlijk al zover zijn en zover uh, daarmee bezig zijn. Ja. Peter Traas, hartelijk dank voor het gesprek.